Ik wilde het vandaag met je gaan hebben over de purification. Want we weten natuurlijk wel dat de oliën ons op lichamelijk gebied heel goed kunnen helpen. En purification is daar ook echt een super fijne olie voor. Purification kan heel goed werken in de lucht om ons heen. Purification haalt namelijk allemaal bacteriën uit de lucht, schimmels uit de lucht. Maar ook natuurlijk wel heel praktisch vervelende geurtjes uit de lucht. En wat had ik nou gehad? Bacteriën, schimmels, virussen, vervelende geurtjes. Alles zeg maar zo'n beetje wat in de lucht rond kan zweven, wordt door purification aangepakt. Praktisch gezien in het huishouden gebruik ik purification bijvoorbeeld in een sprayflesje op het toilet. In plaats van de giftige wc-spray die we daar wel door gebruiken. Of ik gebruik purification om even door het huis te sprayen of in de diffuser te doen. Als je bijvoorbeeld een avondje heerlijk hebt met de familie hebt gegourmet bijvoorbeeld. Dan heb je ook dat veel geurtjes in de lucht komen. Een frietenketel bijvoorbeeld met de geurtjes. Nou, ook je sportschoenen. Noem maar op. En ik hoef me niet te vertellen dat purification ook heel fijn kan zijn voor de geuren in de auto op het moment dat je een hondenbezitter bent. En je met wat vochtig weer de hond in de auto hebt vervoerd. Dus op allerlei gebieden is purification een van de toppers van de olie. Dus zowel op het gebied van je gezondheid, van je lichaam, met die bacteriën en die virussen en die schimmels. Maar ook dus praktisch gezien voor allerlei geurtjes weg te halen van bijvoorbeeld dus je natte hond. Of in plaats van die chemische wc-spray die je eigenlijk niet meer wilt gebruiken. Maar je had er nog geen alternatief voor. Maar heb je er ook al eens over nagedacht dat purification jou ook kan helpen op emotioneel gebied? Emotioneel gezien kan purification je helpen om weer terug in balans te komen. En ik ga nou even op mijn briefje spieken, want ik had het natuurlijk allemaal opgeschreven. Want purification is een super olie om te gebruiken als je bijvoorbeeld visite hebt gehad die eigenlijk niet zo leuk was. Dat kan dan wel eens nog zo'n sfeertje blijven hangen. En als je dat soort sfeertjes, energetische sfeertjes, wilt in balans brengen, dan is het heel simpel door een paar druppjes purification in je diffuser te stoppen en aan te zetten. Dat is alles wat je hoeft te doen. Trouwens, leuker is het om die al aan te doen als die mensen er nog zijn, natuurlijk. Ja, dat doet misschien een beetje lelijk, maar we komen allemaal wel eens mensen tegen in ons huis. Of als jij de diffuser in je praktijk hebt staan of in je winkel hebt staan. Dan kom je natuurlijk ook heel erg negatieve mensen wel eens tegen. En dan is die purification daar een topper voor. Maar waar nog meer voor? Heb je er al eens over nagedacht dat olie je ook kan helpen als je bang bent? Sommigen van ons, dat is een beetje lindoos, hè? En sommigen van ons zijn ook wel eens bang als ze alleen thuis zijn. Ben jij iemand die bijvoorbeeld bang is om alleen in je uppie thuis te zijn, dan is purification een olie die jou daar heel goed bij kan helpen. Als je namelijk purification in je diffuser stopt, dan heb je nooit het gevoel dat je alleen bent. Dat je helemaal in je uppie bent. En wat zou je nou nog beter kunnen doen? Hoe kun je jezelf nou nog, stel je voor je bent al alleen thuis en stel je voor je bent bang. Hoe zou je dan jezelf met die purification nog sneller kunnen helpen? Nou, dat is heel eenvoudig. Je doet twee druppeltjes op je hand. Je draait drie keer met de klok mee. En het enige dat je hoeft te doen is er een kommetje van te maken. Dat kommetje voor je neus houden en drie keer heel goed en kalm inademen. Gewoon dat heel je longen zich gevuld hebben met de geur van purification. En dat doe je drie keer. Natuurlijk mag je ook een druppeltje achter in je nek doen. Aan de binnenkant van de polsen doen we het ook super graag. Maar het is even een voorbeeldje van een manier waarbij je purification super snel heel praktisch kunt inzetten. Op een moment dat jij bijvoorbeeld bang bent. Bang om, hè, in mijn voorbeeld, alleen thuis te zijn. Dus even samengevat, purification is dus echt niet alleen een topper voor je lichaam. Hè? Het is echt niet alleen dat ze bacteriën, schimmels,
virussen uit de lucht voor je vissen. Dat is natuurlijk wel super fijn. Maar daarnaast hebben we ook nog al die geurtjes die ze doen verwijderen voor ons. En wat ik heel fijn vind, ik hoef geen chemische luchtverfrissers te gebruiken. Vroeger gebruikte ik die dingen, weet je, die moet je inpluggen zo, in het stopcontact. Oh, die hadden allemaal heerlijke geurtjes. Nou, ik zal je dat vertellen, hoe meer pure producten dat je gebruikt, je neus verandert gewoon. Ze verandert echt, want ik kan al graag fijn uitfilteren wanneer er ergens iemand chemische geurtjes heeft branden. Een geurkaars bijvoorbeeld. Oh, dat is ook niemand te harde. Luchtverfrissers in die wat ik net zei, hebben in die stopcontacten niet meer te harde. Ik gebruikte het vroeger ook. Dus dat vind ik ook een heel fijn iets, dat ik die op de toilet kan gebruiken, dat ik die in mijn huis kan gebruiken voor dat soort zaken. Dus dat vind ik al helemaal super. En daarnaast is het ook heel erg fijn dat ze je aura kan reinigen, dat ze je energetisch veld kan reinigen. En dat je er, als je dus bang bent, in je uppie alleen thuis, dat je dus heel simpel 2 druppeltjes op je hand, 3 keer wrijven met de klok mee, een kommetje maken en 3 keer heel rustig, maar wel diep, dat je heel je longen kunt vullen met purification, in kunt ademen. Nou, dat was even in het kort over purification. En de volgende keer ga ik het hebben met je over, wacht even, wat zal ik zeggen? De thieves. Dus die ga ik dan voorbereiden en dan maak ik dan een filmpje voor jou over. En dan vertel ik je ook wat meer over de thieves dan alleen maar waarom ik er fan mee ben in het huishouden. Nou, dat was hem even voor nu. Dus de purification. Kijk op mijn YouTube, hè, want daar heb ik ook wel een filmpje gemaakt over lavendel. En vandaag komt daar dus de purification bij. En de volgende keer komt daar de thieves bij. En ze gaan me alle olietjes één voor één wel even af. Nou, dat was hem. En ik zie jullie alweer terug. Doei doei!